Eén goedemorgen. Goedemorgen. Arnold de Boer. En Tess. Hoi. Arnold. Hoi. Je had ons een mail gestuurd dat wij moeten komen kijken hier om wat uitleg te krijgen over welke trailer past bij mij. En iets over wagentjes, vrachtwagentjes en alles. Maar meer van, wij hebben een paard, we hebben er zelfs twee. En hoe voel je die? Ja, weet ik. We gaan even binnenkijken. Leuk. Laat ik van alles even zien. We kunnen verschillen even zien. Leuk. En dan kunnen we eventueel een keus maken misschien vandaag. Oeh! Oeh. Nou, ik zal eens even kijken naar mijn portemonnee. We hebben hier van alles staan, dus het is ook een beetje wat je wilt. Het is even zoeknieuw, gebruikt. Nou, mijn budget is niet dusdanig dat ik zeg van ik kan een nieuwe kopen, denk ik. Maar ik weet eigenlijk ook niet eens wat een nieuwe trailer kost. Dus ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig wat dan alle verschillende trailers kosten. En hoe dat er dan uitziet en waarvoor je voor welke trailer gaat kiezen. Ja, dat snap ik. En wat we eigenlijk op het moment doen, dat is trailers verkopen wat gewoon technisch gewoon goed is. Onderhoudsarm, geen hout meer. Dus dat is sowieso fijn. Of aluminium verkocht, of vol polyester waar geen hout meer in zit. Kijk, als je nou bijvoorbeeld deze trailers pakt. Ja. Hier zit normaal gesproken hier hout in. Er zit een polyesterlaag, weer een polyesterlaag en daartussen zit hout. Ja. Hier zit geen hout meer in. Oké, dus het is allemaal polyester. Ja. Wordt het daar licht daarvan? Ja, dat is materiaal wat we gebruiken in de vliegtuigindustrie of de windmolenindustrie. Yeah. Dat is heel licht, maar heel sterk. Pakken ze zijkant, hetzelfde verhaal. Dus je zijband, ook van hetzelfde materiaal opgebouwd. Vloer, ook van hetzelfde materiaal opgebouwd. Dus eigenlijk, je doet het niet, maar je kan technisch gezien onder water vooral nooit werken. Dat is perfect. Maar wat doen wij met Ansem Trailers? Ansem Trailers is een nieuw merk waar wij al jaren handel mee doen. Ja. Maar Ansem die bouwt sinds kort ook paardentrailers. Ja. En wat deden ze hiervoor dan? Allemaal aanhangers. Oh, okay. Alle types, alle merken, alle soorten zeg maar, dat wordt allemaal door Ansem gebouwd. Maar ze willen dus ook paardentrailers bij gaan doen. Ja. En dat hebben ze gedaan in die kwaliteit dat gewoon in de massa een hele goedkope trailer weggezet wordt. En goedkoop tussen haakjes, dus technisch goed, maar voor weinig geld. Die kopen wij vrachtwagens vol tegelijk in. Ja. En dat is prijstechnisch gewoon perfect. En wat kost dan zo'n trailer ongeveer nieuw? Nou, als je nou bijvoorbeeld wat hier naast staat in het wit. Ja. Dat is een basiskleur, dus dat is iets goedkoper. Ja. Dan pak je een witte trailer zonder zadelkamer. Die kost normaal gesproken rond de 1,7200 euro ex btw. Ja. Die bieden wij in de massa aan voor net boven de 5000 euro. Dus heb je voor 5000 euro je nieuwe trailer? Ja, komt BTW bij, komt kenteken bij, dan zit je ongeveer op een 6100 euro. Okay. Maar dan ben je eigenlijk overal af. Heb je... En dan hoef ik geen onderhoud meer te plegen? Nee. Okay. En heb je nieuwe banden, nieuwe lagers, nieuwe remvoering, nieuwe oploopremmen, dat is alles nieuw. Als je gebruik koopt, koop je dus een trailer waar je dus eigenlijk niet weet wat je koopt. Ja, maar dan kijk jij naar, dan die kijk je naar. Ja, aan. Maar dan lopen we heel veel langs. Het is eigenlijk een heel verhaal, heel veel, maar als dat allemaal helemaal nagezien is en het is technisch goed, verkopen we ze met garantie. Ja. Maar als je dan ziet dat je voor een gebruikte rond de, wat zal het zijn, rond de 3700, 3000 euro kwijt bent. Dan kan je bijna zeggen, ik leg er nog twee bij en dan heb je een nieuwe. Ja, ja. Twee, drie, ja. En wat wij ook veel hebben met een klant, bijvoorbeeld dit. Buker, dat is een hele grote polyesterfabrikant. Ja. En die polyesterfabrikant die had vroeger alle werk voor Buckman. Ja. Buckman is daar weggegaan. Ja. Die hebben voor zichzelf nu paardentrailers gebouwd. En dat zijn deze gewoon? Dat is dit. En dit is gewoon qua model, is dat super. Dit is een anderhalf paard, dat is een kleine. Ja. Ik vind wat ik hier heel mooi aan vind, is dat die deur zo hoog is. Ja. Dat je niet je kop stoot als je even bij je paard wil kijken. En dit is dus een bukker die durft dat. Bijna niemand durft dit. Waarom niet? Omdat hier een zwak puntje zit. Dit. Oké. Okay. Want het is natuurlijk één geheel. Ja. Maar omdat zij die kwaliteit zelf in huis hebben, zelf maken, is zo'n ding gewoon heel sterk. Oké. Okay. Maar een mans dus hoge vandaar deur. Vandaar dat je dus die hoge deur hebt. Ja. En ook allemaal weer dubbelwandig. Dit is ook verrottingsvrij noem ik het. Dus het kan niet, eigenlijk niet meer stuk gaan. Is ook makkelijk schoonmaken dan, of niet? Ja. Ja. Ik ben sowieso blij van. Ja, en dan alles hier mooi afgewerkt. Kijk eens hier, paard, de halstertouw. Als je dicht zit, hebben ze dit afgewerkt. Dit is allemaal. Ja. Al de details, zo'n trailer is echt helemaal af.
En dan ook zadelkamer, ook weer een grote deur heeft. Ja, dat is echt heel gaaf. Dit is een gebruik. We hebben hem gezien op... stond hij nou? Oh, in Noord-Brabant stond er zo eentje. En toen kwam Tess nog aanlopen en die riep, mama, deze trailer moeten we hebben. Gewoon nou. Omdat het zo ideaal is dat je een grote zadelkamer hebt. En ook dat alles, dat je daar een hoge deur hebt. Dus ze had hem al voor zichzelf bedacht dat dit zoiets zou moeten worden. Ja. Nou, dan zijn we eruit. Hè? Nu al. Nou, ik weet het niet hoor. Ja, als zij die trailer wil. Ja. Weet je wat zij nog meer wil? Dat kan ik allemaal niet betalen hoor. Ik heb wel een leuke uitgekozen hoor. De gezicht. Mag nou, ik dat zien? Ja, maar ik vind je mooi. Een groen, hè? Ja. Ja, dat is wel gaaf. Hij is heel gaaf. Ja. En denk je hier dan niet dat dit dan het gras is en dat je dan die pakjes zo ziet spelen? Nou, je weet het leuk te vertellen allemaal, dus zeg je. Hè? Weet je wat je ook kan doen? Nou, wat is dit dan? Oh, het is licht. Je kan zeggen, pak aluminium. Ja. En dan bijvoorbeeld, ik heb meerdere merken, dus ja. Je kunt kiezen wat je wil. Ja. Maar als je nou echt een grote paden gaat, zeg maar, ik zie je bouwt een hele grote trailer. Ik zie het, het is een hele grote, maar dan moet je denk ik een vrachtwagen voorzetten om überhaupt ermee te kunnen rijden, of niet? Nee, hoeft niet. Wat is het? Heel veel fabrikanten die geven een maatvoering op in de trailer. Ja. Denk niemand over na, maar je pakt van je achterklep tot met voorkant trailer, dat is de maat. Ja. Kijk nou eens bij deze. Hier houd je frame op. Ja. En dit is de maat. Oké. Okay. Van hier tot achterin. Ja. Wat doet Sirius? Die pakt van de achterkant klep, voorkant frame, is gewoon volledig de maat die ze op de folder zetten. Ik snap. Dus jouw paard, die heeft vanaf hier tot hier voorin gewoon heb heel veel ruimte. Hoe is voor de grap in gaan staan hoe groot dit is? Ja, het is heel groot. Wow, deze dingen. Dat is heel erg cool. Dus we een worst tegenhaald. Ja. Ja. Ik denk dat Bella hier meteen lekker tegenaan komt. Ja, dan heb je twee standen. Ja, je hebt het nou eens zeggen, je hebt twee standen, dus dan kan je één keer laag. Dus dan kan een klein ponnetje van jou van er ook in. En dan komt een plekje boven, dus dat is ook altijd fijn. Ja. Heel cool. Waarom aluminium? Nou, aluminium werd vroeger heel veel verkocht. Maar nu is het polyester ook te koop zonder dat er hout in zit. En dat was vroeger. Vroeger was het allemaal hout tussen polyester, wat ik net vertelde met die Ansems. En dan hou je toch, als je dan een gat inboort, kijk hier zit bijvoorbeeld een gat. Daar zit je de boel mee vast, hier zit een gat. Maar daar komt dus ook vocht in. Ja, snap ik. Dus heb je kunststof, dan zit er een hout tussen. Dan mag daar vocht in, maar heb je hout daartussen, mag dat niet. Nee, want het gaat hier rotten. Ja. Ik snap dat. Want ik klop een trailer altijd, als hier net zo hard klinkt. Daar onderin, op polyesterwerk, dan hoor je precies, zit hij nog hout of zit hij niks meer. Okay. Ik ruil de trailer nooit in zonder of een hamertje of een schroevendraaier, dan klap je rond. En heel veel klanten kijken daaraan naar. Dat snap ik. Maar dat is de enige manier dat je gewoon controleert, is je zijwand nog hard of is je niet hard. Okay. Waarom heb je hier eigenlijk een ribbeltje vloer in plaats van gewoon een gladde? Nou, hier hebben ze meer grip op. Oh. Anders dan glijdt de pony zo hoor. Zo. Glijdt ze uit. En wat op deze trailer mooi is, je hebt hier achter, kun je dus kiezen of je gebruikt hem als klep. Ja. Dan zet je gewoon deze twee open. Dan heb je een laadklep. Ja. En als je zegt van, gebruik hem ook nog zakelijk voor andere doeleinden. Ja. Dan gebruik je hem als deur. Hè? Geniaal, kan je barbecue voeren. Ja, of met een heftruck spullen laden. Ja, ik ben voor. Ik ga je er hooi in stoppen. Dat is wel heel gaaf, ja. En dus eigenlijk heb je keuze zat. Ja, dat heb ik zeker. Maar goed, dit is allemaal nieuw. Ja. Je hebt ook nog twee dans, denk ik. Ja, lopen we even naar achter. Ja. Ja, het is wel erg mooi. Ja, natuurlijk zijn we mooi. Want onze paal is een soort van gouden. Helemaal achterin. Dat is gewoon roepen. Dit is ook erg goed. Nee, dit is allemaal prisma. Ja, dit kun je ook doen, hè? Nee, dit kan ik niet doen, Arnold. Hier heb ik de centen niet voor. Nee, want de meeste wagentjes zitten tussen de
Dus als je tweedehands wil kopen, tussen de 20 en de 70.000 euro. Nou, ik weet niet, maar mijn budget laat dat niet toe hoor. Nee, maar het is wel, het wordt de laatste tijd steeds meer verkocht. En het is, nieuw zijn ze duur, maar ze houden heel goed hun waarde. Ja, dat is daarom. Dus tweedehands zijn ze ook duur. Tweedehands zijn ze duur, maar ja. Als je dat eigenlijk weer naast elkaar legt, dan schrijf je niet heel veel af. Nee, dat is zeker waar. Het is wel een investering, schrijf je niet heel veel af. Nee, maar dan moet je die investering eerst doen. Ja, ja, dat is waar. En dat is met een paardentriller veel beter. Makkelijker te doen. Kost veel minder. Ja. Hij kwam één geraald omdat hij er aan toe is. Ja. En een enkeling geraald omdat hij nieuwe groeit. Ja. En die trailers moet je eigenlijk hebben. Ja, precies. Diegene die zegt, joh, ik heb er 5 jaar mee gestuurd. Nu is het klaar. Ik wil een nieuwe. Ik wil een nieuwe. Ja. Die zijn vaak nog goed. Ja. Maar er is ook heel veel spul wat ingeraald wat gewoon omdat het weg moet. En neem je die dan nog wel in of zeg je, ja, laat maar zitten? Ja, er al alles in. Ja. Altijd alles. En dan heb ik hier gewoon een rij staan. Dat is. Er staat een driepaards achter. Zo! Oh, die wil ik wel even zien, driepaards. Dat is gewoon leuk om te zien. Wauw, die is groot. En die is vooral heel breed. Ja, dan zet je ze naast elkaar. Nee. Nou ja. Ik denk dat je hier nog wel het een en ander aan moet verbouwen voordat je meeneemt, of niet? Ja, hier moet heel veel aan gebeuren. Dat is altijd een probleem. Als je gebruikt een trailer, komt altijd opletten wat je koopt. Ja. En waar let je dan op? Begin vooraan. Begin wat ik... Begin vooraan. Ja. Ja, je begint vooraan. Je begint vooraan. Pak je, je koppeling, je oploopremmen moet allemaal goed zijn. Ja. Vervolgens heb je je dieselconstructie die hier vast zit, verder onder de trailer nog een keer vast zit. Ja. Die chassis op zich. Assen moeten vast onder zitten. Dan moet de as ook eens een keer recht zijn. De banden moeten goed zijn. Kom je met je lagers, je remvoering. Kortom, als je particulier een tweedehands trailer koopt, dan kan je hem beter naar laten kijken. Ja, altijd. Ja. Er is geen keuring op, dus er loopt heel veel spul op tot de weg wat eigenlijk helemaal niet kan. Nee, dan zak ik straks de paarden doorheen en weer de poep aan dansen. Ja, ik heb heel veel mensen die komen hier voor onderhoud. En dan zeggen ze, doe even een onderhoudsbeurtje, want dan is er misschien wel aan toe. Maar dan komen wij al dat zijkanten slecht, vloeren zijn slecht, remtechnisch doen ze het niet. En dan. Er zit een serieuze prijs aan. En als jij tussen de, ja, noem eens wat, als je een vloer en een grote onderhoudsbeurt rond de 1500 euro. Dan heb je waarschijnlijk nog niet eens 1500 euro voor die trailer betaald en dan ben je het dan onderhoud ook nog een keer kwijt. Ja. En als je dan een rekensom maakt en je pakt bijvoorbeeld, hier is nou een Ansops ingeruild. Waarom die jongens hem ingeruild hebben, weet ik niet. Maar jong gebruikt, misschien is diegene gestopt met de paardenspot. Maar zoek dan zoiets. Dan koop je iets van een jaar oud. Wat gewoon als nieuw is en die koop je gewoon met garantie weer. Ja, precies. Dit is erg mooi. Dat is wel ideaal. Als je zegt, ik zoek iets, maar ik wil niet het meeste geld kwijt. Dan zoek zoiets. Oh, maar hier staat. Dit is ook nog een hele nette trailer. En wat ben je dan kwijt voor zo'n soort trailer? Ja, dit is een met koetsenframe. Dus met een koetsenframe. Ja, ik kan een koets op. Dat moet ik uit mijn hoofd doen. Nou ja, om en nabij. Ze zullen 1005? Ongeveer? 1500? Nee, 5000. Oh, 5000. Ja. Zo heb ik hier gewoon veel meer staan. Dit is net wat je zoekt. Eigenlijk zou je zelf moeten aangeven, ik zie hier een tussen staan, die vind ik mooi. Wat kost die? En voor wat geld maak ik hem dan klaar? Ik snap hem. En als ik hem dan klaar maak, dan is het gewoon 100% goed. Is hij niet goed, breng je hem weer, maak hem voor niks. Dat is heel eenvoudig. Kijk, en dat is handig, hè? Als ze voor niks weer maken als ze iets fout gedaan hebben. Ja, maar het moet gewoon goed zijn. Ja. Dus ik kan ervan uitgaan dat als ik hier mijn paardentrailer koop, dat dan ik de weg op ga en dat er niks gebeurt. En als er wel iets zou gebeuren of ik ontdek iets, dan kan ik terugkomen en dan maak je het voor me. Ja, ja. Word er wel blij van. Altijd. Ja. Ja. En dan moet je zelf uitkiezen. Zeg maar, wil je nieuw, wil je gebruikt? En kun je nog iets met de BTW? Dat is ook nog iets. Kijk, koop je zakelijk of privé? Als je zakelijk zou kunnen kopen, dan valt gebruik bijna al af. Ja. Maar als je bijvoorbeeld, wat ik net zei, die 5000 even snel gerekend, na 6 inclusief, dat is 1000 euro BTW wat er afgaat. Dus zit je dan op een mooie trailer van 37,5 of je zit op 5? Ja, ja, dat snap ik. Dan heb je het over 1300 euro. Ja. Ja, ja, want dit zijn privé trailers. Ja, ik snap hem. Nou, interessant. Ja. Dan gaan we eens even kijken en denken. Ja. Nou, je hebt nu een aantal gebruikte en een aantal nieuwe trailers laten zien. De Bukman en de Ansers, was dat toch? Buker. De Buker trailer. Ja. Dat is dus de Careliner. Dat is dus wat ik je vertelde. Dat Bukman vroeger daar als een polyester liet maken. Ja. Bukman is daar weg, dus zij bouwen voor zichzelf zo'n trailer. Ja. Die is gewoon, ik vind qua model uitstraling hebben ze er zo hun best op gedaan, die is gewoon af. Ja.
En vervolgens, ik kan je mooi laten zien, ik heb hier Ansem staan. Ansem die bouwt een trailer, wat ik al zei, in de massa. Bouwt heel veel. Doordat ze veel doen, allemaal hetzelfde, kunnen ze hoge kwaliteit voor weinig geld. Ik heb bijvoorbeeld hier een bakwagen staan, dat zoek je niet. Nee, maar het bestaat er. Ook standaard, dikke zware dissel, zware steunpoot, scharnierbare voorklep. Allemaal schoor op de zijkant, dat gewoon die zijwand hier gewoon heel sterk is. Er is geen fabrikant die dit kan voor hetzelfde geld. En eigenlijk is dat dus, als wij weer doorlopen naar die Ansem trailers, wat ze hier doen, dat doen ze met de plateauwagens, dat doen ze met de keepers en met paardentrailers. Dus dan heb je gewoon een hele goede kwaliteit. Ja, voor weinig geld. Voor weinig geld. Ja. En dat is altijd fijn. En wij kopen dat in de massa, dus daarom kunnen wij daar een goede korting op doen. En dat is interessant. Leuk. Nou, dan gaan we nog even kijken bij de Ansemans en bij de Bukkers. Ja. Leuk. Ansems. Ansems, sorry. Ansems. Wat zei jij? Kijk. Ik ben ook dol op WordPress. Ik ga lukken om te kijken. Goed ga maar. Alleen dat het wat eruit komt. Ja. Misschien worden we ooit nog zo beroemd dat we dat ook krijgen, Tess. Er zit hier zelfs een douche. En een spiegel. Oh, je kan hier ook koken. Echt cool. Nou, ik ben wel heel benieuwd tussen de verschillen tussen die Ansemans en Bukkers. Wat ga je doen, kind? Hier is het. Laat maar zien, Tess. Hangt is wel zo cool aan. Ik weet het niet. Oeh, je ruikt het wel, zeg. Hij is helemaal niemand. Maar deze kan je volgens mij ook schuiven. Ja. Schuiven? Kijk, kan je hier doen. Als je deze. Kijk, kijk, daar maak je hem open. En hier. Kijk, dan schuif ik hem zo bij. Zie je dit? Je hebt hier gewoon een boksenconcours. Kun je wel maar één paard meenemen. Dan zit je daar dan in. Nou, dat is wel heel gaaf. Gewoon de kast erachter. Kun je deze ook of zo? Dan hebben we een echte hele kast. Die kan jij ook. Kan jij kan onderdoor. Ik heb vanuit hier. Ja, dat kan er ook onderdoor. Kijk dan. Met een rolluik. Dus dat voor jou. Deze moet echt hebben. Later, als we groot zijn, Tess. Ja. Kom maar. Dus je omhoog. Doe ja! Cool. En voor onze kijkertjes, wat kost dit? Ja, als je deze ongeveer, dat begint bij een 52.000 euro. En dan door zoals die aangekleed wordt. Oké. Hier zit een kast in. Even doorsparen, jongens. Hier zit een kast in. Achterin. Je hebt hier een hengstenscheiding. Gewoon zo. Oh, dat is echt cool. Slim. Je kunt ook een volledige hengstuitvoering doen. Ja, anders is die helemaal dicht. Ja. En ik heb ze ook wel goedkoper. Maar net hoe die opgebouwd wordt. Maar meestal, die mensen die dit zoeken, die zeggen nou, een aantal mensen moet er allemaal in. En dan komt er rond de 50.000 euro. Voor wat rijk je met onder ons? Allemaal uiteraard ex-BTW. Waarom zit hier eigenlijk een stop? Huh? Wat zit er? Een stop. Als je hem schoonmaakt, kan daar water uit. Ideaal. Daar zit er ook eentje. Anders blijft hij vol staan. Slim. Oh ja. Dus dat is de keus. Nou, we hebben dus de Ansems en we hebben de Bukkers. Ja, of aluminium serious. Of serious. Het is wel heel lastig verzinnen hoor. Hoenbouwer, als je nog meer. Ik heb eigenlijk alles. Ik doe heel veel andere alvaars van hoenbouwer. Ja. Ook aluminium, kunststofvloer, verrot ook niet meer. Daar moet je over nadenken. Gewoon verrottingsvrij. Kijk hier, hangt het bord daarboven. Ja. Ik weet niet of het bord 100% bestaat, maar ik vind verrottingsvrij bij draad. Hoef je nooit meer. Nee, dat is het zo. Dat is snel klaar. Dat is de keuze. Ik moet zeggen dat ik deze de mooiste vind. Dat sowieso. Dat qua design. Ik moet zeggen dat die me heel erg aanspreekt, omdat die voor grote paarden, mijn paard is best groot, maar dan heb ik een heel klein pontje bij, dus dan is dat toch weer anders. Maar voor hele grote paarden ziet dat er weer heel gaaf uit. En dit ziet er gewoon degelijk uit. Dus qua prijskwaliteit, want even kijken hoor, wat zou zoiets kosten? Als je deze, die zal... En dan twee paard. Twee paard, dan moet ik even op kantoorstrijkspositie, maar ik doe heel ruw uit mijn hoofd. Een 8.000 euro, ex-BTW. Ja.
En dan als ik Ansum zou nemen? Met de zadelkamer zit je ongeveer op een 5700. Oké, dus die zijn veel goedkoper, dus die is voor mijn prijs. En als ik voor Sirius zou gaan? Sirius die zit rond, als je dat model pakt, dan vergelijk je hem even met Bucher en met de Ansum, want dit is een hele grote uitvoering. Op een 67. Oké. Dat is 1000 euro meer voor heel veel volume. Ja. Die pak je voor kwaliteit en door de massa prijs. Ja. En deze pak je echt voor model. Premium. En uiteraard ook de kwaliteit, want dat is 100%. Ik vind deze ook wel erg mooi, maar het is waar kleur blauw. Maar meer wil het voor waarde. Dan zie je het allemaal gebeuren. Ja, een moeilijke keuzes. Maar wat je hier ook hebt, je hebt hier ook echt ruimte. Hè? Als je, bijvoorbeeld bij deze, als je hier kijkt, je hebt hier je voorlijn, hier staat je paard, dus hoofd. Hè? Dus dat is, hier zit er voor de borst heel veel ruimte. Het enige is wel, dit is heel hoog. Het gaat met een paard. En als je nou een ponnetje hebt, hoe eet die dan? Die zou je moeten aanpassen. Ja? Dan moeten we een aanpassing maken dat die bak lager komt. Ja. En dat doen we altijd in overleg met de klant. Dus als je een idee daarover hebt, maken we dat zo dat kan. Okay. Als we een bel op de tenen gaan staan. Ja, zo. Ja, ik ben toch een vrouw. En vrouwen die vallen nou helemaal voor uiterlijk. En ik vind deze toch wel heel erg gaaf. Alleen, ik zie hier allerlei dingen op de zijkant staan. En dat zijn sowieso dingen waar die ik me afvraag. Ik weet bijvoorbeeld dat mijn auto 2000 kilo mag trekken. En nou ja, als ik dan hier naar kijk, dan zou mijn eerste logische redenatie zijn dat als ik mijn paard in de trailer stop, dat ding 2400 kilo maximaal mag wegen. Maar dat is wat ik denk. Nou, dat ligt er, dat hoor ik heel vaak. Mensen die hebben dus een auto, dan zeggen ze ik mag 1800 kilo trekken, 2000 kilo trekken. Ik heb een trailer, die is meestal 2 ton, in dit geval 2,4 ton, die mag er niet achter. Ja. Nakijken welke rijbewijs heb je. Heb je BE of een BE? Ja, nee, ik heb BE. Nou, dan moet je zo zien. Dan mag aan die kogel van die auto mag dus, op je kenteken staat op, 2000 kilo. Ja. Op het moment dat je deze trailer aankoppelt, ja, heb je daar 900 kilo aan hangen. Ja. Je mag 2 ton. Ja. Nou, waar hou je dan over? 1100. Ja. Als je paarden samen 1100 kilo wegen, ja, dan zit je daar een 2 ton. Ja. Dan mag dat. Ja. Heel veel mensen denken dat het niet mag. Want maar het is een maximum van 2,4 ton. Ja. Maar je bent niet verplicht om die trailer vol te doen. Nee. Je auto loopt bijvoorbeeld 180. Ja. Je mag 120. Ja. Je krijgt geen boete omdat die 180 kan. Nee, dat is waar. Exact hetzelfde verhaal. Dat is waar. Hier ook. Hij kan 2,4 ton. Ja. Jouw auto mag het niet. Nee. Maar iemand anders nou mag dat misschien wel. Ja. Dus daarom is het gewoon gebouwd als een overcapaciteit. Met een e-rijbewijs mag dat gewoon. Dus zolang ik maar die overige 400 kilo in mijn auto laat. Als dat kan, als het niet toevallig je vader is, ja, dan kan dat. Ja, maar stel dat ik gooi vaak gewoon de rotzooi achter in mijn auto. Ja. Dan scheelt dat weer een 100 kilo misschien wel, zolang ik dat maar blijf doen. En moet die dan ook teruggekeurd worden, nee, of hoeft dat niet? Nee. Heel veel mensen die willen terugkeuren, omdat ze denken dat het gewicht moet zo zijn, maar dat hoeft dus niet. Okay. Je hebt een e-rijbewijs gehaald, dat betekent dat aan de kogel van de auto mag staan op papier. Nou, en jouw paard weegt 600 kilo. Ja. Nou, dan komt er één bij op. Die nee, maar die weegt 300, nou, denk ik max. 6 en 3 is 9, heb je 200 over. Maar daar kan een zadel er zelfs nog in. Ja, dat kan eenvoudig. En als ik nou alleen ik heb wel E, omdat dat gewoon makkelijker is. Maar stel dat ik nou niet mijn E-rijbewijs zou hebben, zou het dan ook nog mogen? Nee, dat gaat helemaal niet. Maar dan moet het maximum gewicht, dat is eigenlijk een heel lang verhaal, maar het maximum gewicht mag nooit meer zijn dan 3,5 ton. Dat wil zeggen, je auto natuurlijk opgeteld. Yeah. Dus 3.500 kilo. Ja. Ja. En als je dan gaat rekenen, dan kom je met een tweepaars trailer, dan kom je nooit uit. Je hebt je ledig gewicht, dat is al 900 kilo. Dan moeten de paarden nog op, dus dat kan helemaal niet. Oké. Dus dat in sommige gevallen is het mogelijk, maar dan zou ik een anderhalf paars trailer doen en die terugkeuren. En dan moet je hem wel dan moet hij wel teruggekeurd worden. Okay. En dan kun je dus, doordat je die trailer terugkeurt, dus dit getal maken we dan lager, zodat je onder die 3,5 ton blijft. Ja. Dan mag het wel. Dan mag je dus met een combinatie rijden. Maar dan, als je deze onderuit haalt, gaat die ook onderuit. Ja, dan kan je er twee ponies in zetten. Ja, als dat al kan. Ja. Dus dat is gewoon altijd een rekensom. Doen we alles samen met de klant. Ja. Pakken we de auto erbij, kenteken. En dan zetten we naast elkaar. Nou, kan dat niet. Als dat kan, regelen wij die keuring. En dat kost 7 tientjes. Dus dat is niet spannend. Kijk altijd, wat is je hoogte?
Wat is de totale lengte in je trailer? Hoe breed is hij? Ik heb hier alles opgezet en dit is voor ons een trailer die hebben wij als demo ingezet. En dan kunnen mensen ook eens zien, heb ik echt die lengte in mijn trailer? En die hoogte? Als jij een groot paard hebt, die moet zijn hoofd kwijt kunnen. Ja, absoluut. En als ze hoofd niet kwijt kunnen, dan staan ze niet comfortabel op de trailer. Nee, een paard, als je een trailer hebt die is breed, maar die begint direct hier met die knik. Hoe staat jouw paard er dan op? Die staat erop. Maar die moet zijn nek buigen. Ja. Ga je eens 2 uur staan, dat staat niet fijn. Dus ze moeten breed staan, lang staan. Hier zit een groot voorarm in, kunnen ze naar voren toe kijken. Okay. Dus het is een heel stuk rust voor een paard. Ja? Ja. Okay. En hoe langer de trailer is, je hebt hier je assen staan, zeg maar. Ja. Maar vanaf je vooras, van hier tot en met de voorkant kogel, ja. Krachtmaal armproeven van school. Ja, die weet ik niet hoor. Nee, maar als je een hele lange trekdissel hebt, ja. Dan kan je paard doen wat hij wil hier. Ja. En je bent heel sterk. Okay. Een hele korte dissel en je paard beweegt. Dan voel je dat. Dan rijdt het niet fijn meer. Oh. Dus hoe langer zo'n trailer is, hoe mooier dat rijdt. Ja. Ja, dus ook Bukker heeft al die prijzen ook gehaald, hè? Long life, zodat hij dus dat hout niet meer in de kern heeft, dat het gewoon allemaal kunststof is. Ze hebben een speciaal onderstel, Body Protect. Ze hebben Body Protect Plus, als het moet. Er zit nog een speciaal onderstel dat hij nog mooier rijdt. LED-verlichting. Ze hebben ambiance-verlichting. Yeah. Ja. En ze hebben helemaal een configurator op de site. Daar kun je dus gewoon alle kleuren aanklikken wat je wil. Dus je kunt bijvoorbeeld... Je kunt hem ook in roze krijgen. Ja, helemaal roze. Of je pakt alleen de kap in het roze. Ja. En je pakt bijvoorbeeld de opbouw, onderbouw in het zwart. Of in blauw. Of blauw. Of cool. Wat je maar wilt. Alles kan. En wat erbij bestaat, 100% Duits product. Dus het is gewoon... Duitse degelijkheid. Ja, super trailer. Cool. Ja. Kijk, dat vind ik altijd leuk aan die dingetjes. Daar gaat hij. Ja. En wat dan heel veel mensen doen, ja? Dat de paarden staan erop. En ja, schrikken zich dood. Laat ze dan niet schrikken. Die draaien weg, zodat ze er niet op gaan staan. Deze laai zakken. Doe er altijd voorzichtig en rustig aan die gasveer die hierin zit. Die doet zijn eigen werk, maar als jij hem door die oliedruk heen drukt, gaat de gasveer stuk. Ah. Ik heb altijd 's winters gasveer stuk. Mensen willen dat steeds snel. Die gasveer moet zijn werk doen, je moet zelf niks doen. Nou, ik kan je vertellen, ik sta altijd aan die deuren zelf open en dicht te doen. En ik moet denken waarom die gasveer het niet doet. Gaat te vaak te snel. Ja. Hij is mooi. Nou, hier is het paardje hoor, kom maar naar achter. Braaf. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we eens eventjes... Oh, sorry. Daar gaan we eens eventjes rustig over nadenken.